Ik ben gewoon een hele trotse, goede, sterke vrouw. En ik kon me niet voorstellen dat ik in die, dat ik ooit in die positie zou komen. Er was geen enkele reden daarvoor. Op het moment dat je gebeld wordt van mevrouw, u bent nu bijna we gaan straks de derde maand in en uw huur is niet betaald. Dan denk je wel, oké, nu wordt het serieus. Goedemorgen, u spreekt met Carla Koster, huur en kas van IJmeren. Mevrouw, ik bel u even over de huurachterstand. U heeft nu 2 maanden openstaan. Heeft u dat gemerkt? Ja, ik wil een contact opnemen. En ja, huurachterstanden, dat kan op echt heel veel verschillende manieren kan dat ontstaan. Het is vaak baanverlies, echtscheidingen, inkomsten, terugval, gekort op de toeslagen. Het kan ook zijn mensen die laat in de maand betalen. En dat laat in de maand wordt steeds een beetje later en dat wordt de volgende maand enzovoort. Kunnen ze op een gegeven ogenblik niet meer ophoesten. En dan komen ze er niet meer uit. En dan zie je dat mensen gaten gaan vullen en een beetje niet reageren hier en een beetje uitstellen daar. Ja, en op een gegeven moment loop je vast. En dat is dan het moment dat er echt problemen gaan ontstaan. Ik heb nooit problemen gehad met het betalen van mijn huur. Ik werd van mijn rekening afgetrokken en ik had altijd genoeg. Als ik werk, als ik lever, ik werk in de palliatief terminale zorg en met mensen met dementie. Ik studeer goed, ik ben goed aangepast. Het kan niet misgaan totdat het misgaat. Het begon gewoon met het feit dat ik door de drukte en door corona minder contact en een beetje chaos mijn betalingen en mijn facturen niet betaald kreeg. Doordat het zo misging. Heb ik me gewoon gestort in mijn werk in plaats van achter mijn geld aangaan. Het kan absoluut iedereen afkomen. Niemand kan zeggen, mij overkomt dat niet. Want dat is niet zo. Het kan ons allemaal overkomen. Daar moeten we soms wel bij stilstaan. Het is niet altijd een ander. Jij zelf kan het ook zijn. En als je het bent, wil je ook dat iemand je helpt en naar je luistert. Nou, dat doen wij ook. Altijd in de gedachte, wat als ik het zelf zal zijn? Dat is die 1000 euro die ze nu heeft betaald. En wat is die achterstand nu dan nog? Ja. Het is nu heel erg een trendy woord van wij doen aan sociaal incasseren. Dat doen we als IJmeren eigenlijk heel erg lang al. We kijken wat kan en wat niet kan. We sms'en, we whatsappen, we bellen, we e-mailen. Allerlei pogingen om maar in contact te komen met die huurder. We willen het verhaal erachter horen. We willen ook zien, is het een kwestie van niet willen of niet kunnen? En daar kijken we naar. Het is maatwerk. Op een gegeven moment werd ik gebeld door mevrouw Koster, Carla. En ze stelde me gewoon heel direct de vragen van, u loopt achter, wanneer denkt u dat te kunnen betalen? Ik heb soms momenten gehad waarbij ik zeg, mevrouw Carla, ik weet het ook echt niet. Ik weet het niet meer. Ik zou u wel een datum willen geven, maar ik kan u daarop geen antwoord geven. Alleen maar merken dat diegene je gelooft en je serieus neemt. Want ik kan me wel voorstellen dat ze meerdere mensen aan de telefoon heeft gehad. Maar ik had echt het gevoel dat ze me geloofde en in me geloofde dat ik het kon. Ik heb eventjes de beschikking van de rechtbank, in ieder geval dat ze de afspraak hebben van 8 december, naar huurinkas laten mailen. Dan weet jij, omdat ze nu de derde maand achterstand ingaan. Want deze maand kan ze ook niet betalen. Nee, ze heeft een lopende maand. En je hebt natuurlijk ook heel veel mensen, we zijn vaak niet de enige. Die hebben heel veel schuldeisers en die zijn dan al 3 keer afgeblaft bij schuldeisers, bij deurwaarders, bij incassobureaus. Ja, die durven niet meer. Die durven die telefoon niet meer te pakken. En dat zijn nou juist de mensen die we willen spreken. Ja, gewoon meedenken. En gewoon zonder mijn angst in te boezemen, me wel op wijzen hoe serieus het was. Ja, zonder me bang te maken. Het was geen dreiging, het was... Dit is het. En ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar ik voelde me vooral in mijn waarde gelaten. Ik voelde me ondersteund van, hey, zoek een oplossing. Je hebt even de ruimte om een oplossing te zoeken. En dan geloof je in jezelf en dan vind je ook de oplossing.
Ja, snap ik. Ja, dat u er voor de rest natuurlijk ook nog voldoende over houdt om de boodschappen te doen en de rest te betalen. Want stel dat ik hem in 12 termijnen ga delen, dan gaan we dat doen. Dan ga ik u de regeling ga ik hier invoeren. U krijgt de bevestiging dan thuis via de post. Ja, en dan is het zo opgelost. Ja, en de volgende keer bel vooral betijds. Graag gedaan. Daar. Kijk, wij gaan heel erg ver om ontruimingen te voorkomen. We willen niet dat iemand zijn huis kwijtraakt. Maar als je ziet dat echt niks helpt of de huurder nooit contact met ons opneemt, ondanks alles wat wij doen. We gaan ook soms nog op huisbezoek. Gebeurt er niks en geeft iemand helemaal niet thuis en accepteert hij geen hulp, ja, dan houdt het uiteindelijk op. En dan is de uiterste maatregel die we doen, is ontruimen. We hebben vorig jaar 1 woning op basis van huurschuld ontruimd. Nou, als we 70.000 eenheden hebben, dan is 1 ontruiming op huurschuld is ongelooflijk weinig. Neem zo snel mogelijk contact op. Er zijn de problemen nog te overzien. Daar kunnen we nog afspraken maken. En ja, doe dat dan. En dat merk je dus, dat dat voor mensen best wel moeilijk is om die stap te zetten, om die telefoon te pakken. Omdat ze het eng vinden, omdat ze zich schamen, omdat ze het eigenlijk ook niet meer weten. Dus ze verwachten ook niet dat de andere kant iets zou kunnen doen. Maar het is in het belang van de huurder zelf dat hij direct contact opneemt, zo snel mogelijk. Je hoeft niet de schijn op te houden. Vertel de waarheid, dan krijg je hulp. Dan geloof me, wees jezelf. Want het hoeft niet aan jou te liggen. En als het aan jou ligt, ga samen op zoek naar oplossingen. Maar blijf niet erin hangen. Ja, ben je blij met je woning nog steeds? Ja. Is het een fijne woning? Ja, het is heel fijn. Ik heb grote plannen. Ik ben gewoon heel dankbaar, dus ik ga hem helemaal opknappen. Ja, de komende jaren blijf ik er wonen. Ik heb het te vieren. Het is een overwinning. Ja. Ik ga niet weg.